Eindstand. Ik gepikeerd. Ik heb nog helemaal niet gezegd. Ik vind het heel leuk hoor. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zou eigenlijk mijn week lekker starten met een yogales. Maar die was geannuleerd. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik denk omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik er alsnog even lekker uit. Mijn dag starten. Dan komt er zo meteen iemand kijken voor of we een airco kunnen installeren. Ik hoop dat dat allemaal chill gaat. Voor de rest staat er echt weer een hele leuke week op de planning. Inmiddels is er iemand langs geweest voor de airco. En wij huren onze woning. Dus het is even overleggen met de aannemer, huurbaas, aircobedrijf. Ik weet het allemaal niet. Maar het ziet er naar uit alsof het allemaal goed gaat komen. En dat we dus echt een unit, zeg maar, in de muur geïnstalleerd krijgen. Want je zag het in de vorige vlog al. Ons huis wordt zo warm en het is heel goed geïsoleerd. Dus die warmte is ook heel moeilijk om eruit te krijgen. Maar goed, ik heb ook de hele middag aan de keukentafel weer geëdit. Ik ga altijd een beetje in fases van plekjes waar ik dan achter mijn laptop werk. Het is nu dus weer de keukentafel. En ik heb even mijn legging aangedaan. Ik heb zin om nog even een rondje te lopen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ben een podcast aan het luisteren. En ik had in mijn vorige vlog helemaal mijn nagels niet goed laten zien. Ik wil het niet een beetje kunnen zien. Wacht. Deze. En deze. En voor het avondeten ben ik even wat paprika aan het opbakken. Dan gaat er vega shawarma bij en dat gewoon in een pita. Ik ga er voor het eerst van ons muntplant opbakken. Hij doet het gewoon nog. Ik weet ook niet hoe. Het zit helemaal vol met onkruid. En in de herfst en winter was hij helemaal weg. Maar ik ga even een beetje een yoghurt knoflooksausje nog maken. Want dit ruikt altijd zo lekker. Het is zeg maar veel sterker dan als je hem in de supermarkt koopt. Sausje. Broodje. Inmiddels is het woensdagavond en Pet heeft voor mij een boek besteld. En ik weet dus niet welk. Ik had een beetje selectie doorgestuurd. Zodat we gratis verzending zouden hebben. Het is echt zo'n scam. Maar ik ben heel erg benieuwd welk het is. Dus ik dacht, ik film het even. Oeh, dat vind ik echt heel erg leuk. Dit is het derde van een reeks, toch? Ja, 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 ja. Van de Chestnut Springs reeks. Het is best wel dik. Het is Cowboy Romance. Dus jij had dit gelezen en je dacht... Beter dan die andere. Ja, beter dan... De tweede van Dawn and Dusted of zo. Die was wel ook heel erg leuk hoor. Ik heb nu wel echt motivatie om dat andere boek ook uit te lezen en lekker aan deze te beginnen. Ja. Volgens mij zijn het 4 boeken in totaal. Dat heb ik niet gezien. Dus als we nog een keer verzendkosten willen skippen. Nou, je mag wel lullen. Ik doe er wel muziekje onder. Oké, okay, vertel me alles. Alles over. Deze video gaat over. Zeker een heel klein beetje nog. Zit er niks meer in? Dan moet ik die andere pakken. Ik ben weer thuis en de yoga voelde echt alsof het een kwartier duurde. En laatst waren er klusgeluiden naast. Ik denk dat er mensen aan het verhuizen zijn en dat nu er ook allemaal mensen zware meubels gingen sjouwen en kletsen en joelen. Dus het was niet optimaal voor de rust. Maar goed. Ik denk dat ik wel echt super crunchy wil. Kleiner. Ja, super niet crunchy dus. Ik wil nog een beetje. Hier. We gaan ons laatste beetje van de persik sorbet opmaken. Dus dit is echt alleen persik uit blik. In de Ninja Cream. Ik ben er zo super blij mee. Ik ben hier met mijn reddende engel. En waarom, zal ik het zo meteen nog even vertellen. Maar we zijn lekker aan het brunchen. En mij heeft vanille boekweitpannenkoeken. Ziet er amazing uit. Ja joh. En ik dacht, ik ga even voor een stevige bodem. Maar... Heb je gezien hoe dik dit brood is? Ja, brood is heel dik, ja. Dus avocado en... Oh, sorry, ik keek naar je brood. Avocado en ei. Oké, en Mee gaat mij dus zo meteen stylen. Daarvoor ga ik natuurlijk ook werk leveren in ruil. Dus we gaan even een foto van Mee maken. We zijn even inspiratie aan het zoeken, maar love the outfit. Love het plekje zo. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, kijk, ik heb het gevonden. Oh, oh, sorry. Wat is de inspi? Ja, dat is heel nou ja, leuk. Bijvoorbeeld, maar hoe kan ik dit afpoelen? Want we hebben net een
een previewfoto gemaakt. Ja. Toen dacht ik, waarom heb ik twee melkflessen in plaats van benen? Het is, raar, zo, het is dan zo zwart en donker en... Oh, ik snap wel. Het is wel een beetje contrast, contrast, ja. Contrast is wel... Maar vind ik echt niet. Maar misschien kan je toch een beetje met je tas in de weer of zo. Of even je benen inderdaad, dat je eentje een beetje zo doet. Ja, we gaan het gewoon proberen. Het, het ziet er zo casual uit bij mensen, maar echt de meest casual poses, als ik dat wel eens bij mezelf zie, dan denk ik, hiervoor heb ik echt bijna mijn benen in mijn nek gelegd. We zijn weer richting huis aan het lopen, maar hoe schattig is dit hier zo, in plaats van oranje vlaggetjes. Waslijn. Hey, mijn BH. Oh, de vijfhoek. Hey. Maar daar kan jij wel bij. Ah. Dat red jij. Echt schattig. Ik heb nog helemaal niet gezegd, maar het zal wel in de titel van mijn video staan en zo, maar ik ga dus super last minute naar de Eras Tour vandaag. En ik had helemaal geen outfit. En wie bel je dan? Letterlijk. We hebben vanmorgen echt 18 minuten gefacetimed. En nee, ja, ik zag wel. Jij ging door je kast heen met allemaal verschillende dingen. Dus hier moet wat bij zitten. Ja, dat heb ik gefilmd. Ja, er moet wat bij zitten. Dus kijk, een meter video vooral. Die staat denk ik voor mij online. Ja, maar deze hadden we niet per se bedacht voor de Eras Tour. Maar misschien vind je hem leuk. Ja, maar hij zou op zich wel kunnen. Ook nog? Ja, hij zou wel kunnen. Maar misschien is hij bij jou lang genoeg. Want bij mij is hij eigenlijk net te kort. En dan dacht ik, ja, mee, waarom heb je hem wel gekocht? Ja, maar waar heb je deze dan van? Kringloop. Ik heb alles hier van Kringloop of Naked of Gina Tricot. Ja. Dat is alles wat je hebt uitgezocht. AliExpress. Oh, mijn setjes zijn van AliExpress. Dat klopt. Ja. Niet van een of andere meid die deed alsof ze het geproduceerd had. Maar ik denk dat ik dus gewoon heel veel aan ga proberen. En ik heb trouwens dus, ik ga met een volger vandaag. Dus het is wel een beetje spannend, maar ik vind het vooral echt heel erg leuk. Okay. Want zij had nog een ticket over en ik zei nee, je kan er vast iemand anders blij mee maken. Want ik heb al tickets voor zaterdag. En spaar me je commentaar. Maar het is gewoon heel erg leuk. We zijn gewoon heel erg blij voor jou. Jullie en ik zijn heel erg blij voor jou. Ja, en ik zei je kan er vast iemand anders blij mee maken. Dus zei ze, weet je, ik stel je gewoon volgende week nog even op de hoogte. En ze zei, ik ga er niemand anders blij mee maken. Dus ik ga met haar. Spannend. Maar geen outfit dus. Dus ik ga even van alles... proberen. Ja. En mocht je denken, want we hebben wel specifieke kleuren nu, want roze doe je zaterdag. Doe ik zaterdag. Dus ik hoef niks roze mee te nemen. Nee, maar ik vind dit wel een beetje debuutalbum, denk ik. Welk album? Debuutalbum. Oh, debuut. Oh, you're the reason for the teardrop on my guitar. She knows. Ik ken verder helemaal niks. Ik ben geen Swiftie. Niet komen voor mij in de comments. Maar ondertussen door kast. Door kast wel. Die past erbij. Oké, ik heb deze aan. Ik vind dit niet mijn ding. Ik vind hem ook niet per se, ik denk, wauw, voor vanavond. Nee, oké, niet voor vanavond. En we hebben ook gewoon wel veel opties. Maar jij weet dus niet wat waar ze ook deze houden. Ja, die zijn er wel bij. Maar deze wil je niet houden, Bert. Of nee. Misschien nog even vermaken. Zo. Nee. Hou maar. Maar dat wil ik helemaal niet. Oh, dan niet. Dan gaat hij naar de kringloop. Het staat zo mooi! Ja. Het is gewoon niet zo qua kleuren en qua de prins. Nee, kleuren, nee. Dat is. Ja. Next, ik wil die oranje jurk proberen. Oeh, de vlinders. Dat is wel misschien Taylor Swifties. Deze is van... Oh, Chiquelle is failliet. Oh, zo mooi, raar dat Chiquelle failliet is. Ja. Als je zeg maar denkt over wat Leo en ik qua kleding, qua barter samenwerking heel vaak deden en super blij mee waren, was altijd Chiquelle. Vooral die truien. Ja, de truien, de nietjes. Ja man, absoluut. Maar, ik vond heel veel topjes en zo snel niet mijn ding. Ik vond het wel een beetje tuttig. Ja. En tuttig kan ik ook wel leuk vinden. Maar gewoon, die trui. Fantastisch. Ja, maar ik heb ook een aantal dingen van Chiquelle nog. Kwaliteit was echt wel oké. Ja. Maar laatste jaar waren ze minder oké. En toen zijn ze failliet gegaan. Tweede optie. Ik vind dit wel heel erg leuk. Met dit tasje er ook zo bij. Ik ben één alweer vergeten. Ja, die weten we niet meer. Ik vind dit wel heel cute. Dus deze zou het zeker kunnen worden. Ja. En ook gewoon lekker cool. Ik heb echt als ik dans, ik heb het zo snel warm. Dus denk dat we zonder mouwen gaan. Ik zit echt allemaal combinaties bij elkaar te leggen. Hoe epic zou deze broek ook zijn. Maar het is een beetje, zeg maar, er zijn natuurlijk heel veel dingen leuk. Maar ik vind het dan ook wel leuk als het een beetje feestelijk is. Dus wat voor combinaties maak je dan zo? Want ik dacht gisteren, die blauwe top die ik van jou heb, op een witte linnen broek zou kunnen. Toen had ik het aantrok, dacht ik, dat zou ik gewoon... normaal aandoen, ja. Dus dit hoeft natuurlijk helemaal niet dat je een speciaal outfit hebt, maar het is wel leuk. En deze is voor zaterdag. Ja. Dus dan gaan we deze... Die is gereserveerd. Maar echt leuke jurkjes ook. Misschien inderdaad die gele of die blauwe. Deze die gele. Zo. Deze moet je eigenlijk even passen hoor. Gaat hij in een jurk. En ik heb ook al een rok natuurlijk laatst gekocht. Oké, gele jurk. Oké. Heel schattig.
maar iets meer inderdaad tekenend. En een beetje lang bij mij. Dus dan komt hij een beetje op de grond. En dan kan je het natuurlijk wel een beetje zo doen. Ja, dat is ook het idee van dat smoeken. Ja, maar het is natuurlijk... Oh, ik wil vooral me gewoon heel lekker en chill voelen. En deze is goed. Maar ik vind die andere leuker. Dus ja, daar blijft het tot nu toe bij. En als ik overal gewoon deze tas bij gooi. Die heb ik dus van Lovies of All Places. Ik heb er echt nog nooit besteld volgens mij. Maar ik had er dus oorbellen voor van. En dit tasje. Heel blij mee. Ja, ja, dat is schattig met die schoenen er ook bij. Ja, gele schoenen. Heel leuk. Ja. Echt Polly Pocket. Polly Pocket? Dat moet ik even googlen. Na mijn tijd. Ja, ik had het ook niet, maar mijn beste vriendin op de basisschool, die had daar heel veel van. Dus heel vaak ging ik bij haar wel spelen ermee. Oh. Ja. Kleine poppetjes met allemaal van die kleren waar je dan als kind op gaat kouwen en zo. Aan mijn oudste, ja, mijn moeder was tandartsassistent. Ik denk dat als ik hoor kouwen, nee, dan kwam het niet meer binnen. Waar is die tas? Hier, waar is die tas? Hier. Oh, dat lag gewoon voor mijn neus. Ja, ik heb ook nog een ander tasje dat eventueel zou kunnen, dus die ga ik ook even pakken. Ja, dat is ook een leuke, die van Naked, hè? Ja. Je bent gewoon trendsetter, want ik zie het nu overal en nu denk ik, ja. Ik heb nog niet gezien. Ja, ze hebben bij TK Maxx hebben ze allemaal van die, of TJ Maxx in Amerika heet het dan zo. Ja. Allemaal die Beedle tassen. Dus maar ik had het daar laatst ook met Pet over. Dat vroeger had ik echt het idee dat ik of gewoon basics had. Of een beetje achter trends aanhoopte. Mm-hmm. En dat ik bijvoorbeeld ook wel dingen dan bij jou zag. En dan dacht ik, en dan denk ik 2 jaar later. Nou. She was on something. Ja. En ik heb nu het idee dat ik gewoon een beetje meer... Dat mijn smaak wat breder is geworden. Dat ik dus ook soms dingen heb waarover mensen dan zeggen... Want ik had die George gekocht. George? Ja, is gewoon jeans tot daar. Oh, los. George. Oh, god. Ja. En toen hadden ook echt 80% van de mensen op mijn story gezegd, eeuw. Ja, ik had gefoto's voor leuk. Maar het is zo cool. En ik weet gewoon zeker dat als je het meer ziet, dat meer mensen het leuk vinden. Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet leuk vinden. Maar ik heb nu inderdaad het idee dat ik af en toe dan dingen koop en dan komt het meer in. En dan denk ik, wow. Ja. Dat is anders. Nou, ik had dus ook een story geplaatst ooit met een George. Ja. En ik ga hem best wel snel terug kunnen vinden, denk ik. Want ik was met Lara. En toen kreeg ik ook een DM. Dat iemand zei, ik zou het niet meer aandoen, want je ziet er heel dik uit. En toen heb ik het dus nooit meer aangedurfd. Ja, maar fuck dat. Ja. Ik vind dat zo achterlijk. Dit is heel leuk. Ja, maar ik dacht ook, ik ga dat gewoon passen. En waarschijnlijk ga ik het echt niet leuk vinden staan bij mezelf. En toen dacht ik, wat leuk. Ja. Terwijl ik heb ook... Juni 2022. Heb je het ooit in nog naar mij, bij mij gezien? Nee, ik heb het nooit meer aangedaan. Als je dan gewoon zo... Losers. Ja. Terwijl ik vind ook gewoon dat ik best wel kuit heb. Ik heb gewoon best wel alles. Ik heb benen en zo. Maar ik vind dat leuk. En ik vind het ook als ik het bij anderen zie leuk. En ik heb nu dus ook meer. Gewoon mijn armen eruit. Want, jongen, ik ben 27. Wat ga ik doen? Ga ik voor altijd met lange mouwen lopen en zo? Nee, want je bent gorgeous. Natuurlijk voel je af en toe wat minder lekker en dan doe je het niet. Ja, logisch ook. Maar... Oh, maar hij zit wel aan de achterkant een beetje dubbeltjes. Ik ga er weer even een fotootje van maken. Love it. I love it. En dan kan ik hier misschien nog een parelkettingje bij, weet je wel. Met sieraden. Ik heb die sterrenoorbellen. Die kunnen er op zich ook wel bij. Dan is het een beetje beachy. Love. 1989. Love. Wat vinden jullie tot nu toe? Jullie moeten even meestemmen. Want dit is dan weer eigenlijk outfit 2, 3. Ja, kijk, 1 eigenlijk die is niet leuk. Maar die tellen we wel gewoon mee. Want wie weet heeft iemand er iets over te zeggen. Wat vind je dan van deze blauwe? Ja, daarvan denk ik, er gebeurt niet zoveel. Ik dat leuk vinden bij mezelf? Ik snap dat je hem leuk kan dragen met een riem en zo. Nee, maar ik kan het toch proberen? Tuurlijk, maar we hebben dus ook, als we nog even in de blauwe blijven, de gele in het blauw. Ja. Maar dan wat korter. Ja, gaan we proberen. Ik heb zoveel kleren. Love it. Ja. Ja. En je hebt nog je closet stil gedaan. Don't expose me. Gelukkig zijn er nog steeds opties voor mij over. Ik weet het niet. Oh, I love it wel. Nee. Ja, ik hou gewoon hiervan. Ik vind het wel leuk, jurk met van die franjes. Maar ik vind toch hoe het dan hier nu zo zit. Nee. Ja, we hebben even de deur open hoor. Dus we horen wat buitengeluiden. Het is warm. Maar het is warm. Ja. Het is gewoon topsport hè, dit. Ja. Dus ze zou met een zwart of een wit topje kunnen. Ik ga even... Dan kunnen wij even praten. Want zijn we al geabonneerd? Niet? Nu even snel doen. Liken, reacties, allemaal doen. Je hebt de tijd totdat Lea terug is, dan ben je geabonneerd. Or else. Oh, ik heb nog iets gevonden. Wat heb je gevonden? Ik had deze laatst ook nog besteld. En ik heb dus nog niet...
niet aangehad. Oh. En dit is een kanten topje. Ja, ik moet kant. Love it. Met een lage rug. Maar op zich, ik heb nu gewoon zo'n veelste oude strapless BH aan. En op zich valt het best wel mooi weg eronder. En als ik het ergens naar aan zou doen, dan voel ik me wel helemaal oké om dat bij. Waar is die van? Oh mijn god, deze ga ik van jou lenen. Ga ik aan op Lowlands. Pool and Bear. Blablab. Ja, dan gaat mijn kleding ook een keer naar Lowlands. Lijkt me een goede deal. Mijn kleding! Oh, ik ga die zo even aandoen, ja? Ja? Op mijn Capri. Ja? Want over 2 jaar heeft Leo een Capri aan. Oh, ja, ja, ja. Eerst nog George. Eerst nog losvallen, hetzelfde lengte ongeveer. Ja, die moet ik zien met de blauwe. Ja, dat ga ik even doen. Dat ga ik even doen. Oh, leuk! Ik heb het naar mijn zin. En mee valt om. Top! Die top is echt top. Wat een prachtige top. Lekker ding is het, hè? Ja, ja. Wat was hij nou, Pull & Bear of zo? Pull & Bear. Ik heb hem bij ASOS besteld. Pull & Bear. Ik... Oh mijn god. Ja. Wat een babe. Jij valt om, maar ik weet het niet zo. Oh, die rug ook. Ja! Ik heb wel echt een dikke onderbroek aan nu, hoor. Maar... Ja, fuck it. Sorry, sorry. Ga je wel even aan die kijker vragen of ze een foto wil maken van jou? Voor mij? Ik vind het wel een leuke rok. Maar ik ben niet, zeg maar, ik ben niet zo enthousiast als die blauwe jurk en die oranje jurk. Dus dan, ik hoor dan wat je hoort zegt. Het er niet. Nee, maar dan deze look moet je even onthouden. Voor als we iets anders gaan doen. Even vastleggen. Even vastleggen, dat sowieso. Ja, maar wie is dit, hè? Hoe is maar ik ga me eentje naar evenementen toe. Ik ga nu met een kijker hier naartoe. Ik heb dingen aan die ik normaal niet aan heb. Ik voel me meer mezelf dan ooit. Mijn god, en je bent nog zelf met mij nog steeds. Dus yeah. Something's never changed, luckily. Hè? Ja, maar het had ook gekund dat ze dacht, nieuwe vibe. Wie is er mee, weet je wel? Ja. Fantastisch. Mag ik het shirt even passen? Ja. Oh, het is echt bij mij heel lelijk. Maar ik heb vind je dat? Een grote BH nu even aan. Nee, maar als je een andere BH gewoon niet, hè? Nee, als je een andere BH aan hebt, ik vind dat heel leuk, hoor. Ja, en op een of andere manier valt hij ook laag wel, deze BH. De strapless is gewoon wel handig erbij, denk ik. Dit is fantastisch. Ja, het is echt cute. Heel leuk. Dit is alsof ik SpongeBob ben. SpongeBob? Blauwe. Niet schelden in mijn kleren. Of is het een compliment? Is SpongeBob leuk? SpongeBob is lid wel. Want ook SpongeBob heb ik nooit gezien. Oh, ja, hallo, toch? Hallo, ja, ja, ja. Ja, deze BH moet natuurlijk weg. Ja, dit staat jou helemaal, helemaal leuk. Ik vind het wel leuk, maar ik zou niet zo goed weten met wat dan. En ik vind het denk ik toch wel lekker om wel een beetje BH zo aan te zetten. Snap ik wel. Ja, dit is wel heel funny voor een concert. Gaan we het. Vindt het trouwens. Gina Tricot. Kringloop. Van origine Shein. Ik heb het idee dat mijn boobies eruit vallen. En deze broek zit best wel strak bij mijn bovenbenen. Dus ik voel me hier heel raar in. Ja. Ja. Oh, je hebt je BH uit. Nee. Nee, ook. Oh. Maar het is wel... Ja, maar hij zit ook niet strak volgens mij. Nee, maar zou ik het overleven of zouden we een boobflash hebben? Boobflash. Het zou helemaal niet styling dan. Het... Ja! Dus ik heb... Deze armbandjes kan ik weggeven. Ga je weggeven? Ja, met de ruile armbandjes. Oh mijn god, dit is echt een beetje een cult. Het is echt een cult. Fantastisch, ik vind het heel leuk. Groen. Oh, ik vind het in mijn camera er niet zo leuk uitzien. Nee, dat snap ik wel. Maar het, stel je wil voor een hele groene look. Ja. Oh ja. Ja. Het is wel leuk deze top. Ja, en ik heb dus een bijpassende... Maar wat een apart stofje. Ja, maar dit is dus ook een Vinted Find. Ga ik jullie ook even mee lastigvallen, want ik ben heel trots op deze. Gaan we even zoeken. Toen had ik een campagne ook met Vinted. Dat je denkt, match made in heaven. Ja, hoe leuk is dat? Ja. Dit kan wel. Ik vind het heel leuk hoor. Ik moet eerlijk zeggen. Ik wil die glittertas misschien erbij. Dat denk ik. Oh, echt, ik wil. Dat bedoelde ik niet zo natuurlijk hoor. Sorry mops. Nou, dit is dan niet de campagne. Maar kijk, dit is dus de set. Met het rokje erbij. €4. Ook moet hier kijken. €4. Echt heel leuk. Op Vinted. En dan met die campagne... Hadden ze eigenlijk niet echt dat ze dachten van we willen een screenshot van de app. Maar toen dacht ik, weet je het zeker? Want dit was dus de campagnefoto. En dan kan je zien dat het €4 was. Ja, dat is vet goed. Tweedelig setje. Eén van je meest favoriete vondsten? Op Vinted? Mm-hmm. Dat denk ik wel eigenlijk. Oh, ja, dat is ook heel grappig. Andere groene wat boek. Is de voorkant? Ja, dat moet je me niet vragen. Want ik weet het eigenlijk niet. Dus misschien staat er wel ergens een... Een heel klein... Oh, dit is een lange broek. Ja, die is lang. Is het niet? Doe ik mijn tasje er bij? Ja, doe je tasje er even bij. Ja, kijk, er zit zo'n labeltje bij de achterkant. Oh ja. Dus ik weet niet welke kant je voor hebt. Ik denk dat ik het goed heb. Oh, wacht even. Ja. Het is wel lang. Kan wel. Maar ik ben nog steeds meer
fan gewoon van die eerste twee jurken. Ja. We zijn gewoon heel sterk begonnen. Maar opties. Maar Maak, ik vind het ook een foto waard even. Dit zou wel heel erg zijn van, oeh, super casual. Ik heb echt vandaag pas mijn ticket gefixt. Casuale, ja. Wat zit dit lekker. Ja, het is echt een pyjama. Maar ook mijn nichtje had me geroast. Kwam ik hier en zei, hey, waarom ben je in je pyjama? Toen dacht ik, you just don't get it. Ik ga voor een jurk, denk ik. Maar we hebben nog meer dingen. I do, nee, like maar dan vind ik hem in het blauw ook te casual. Maar hoe mooi is deze kleur? Echt leuk. Ik zag ook dat jij dit casual vindt. Hè? Als ik dit aan heb, denk ik altijd, het is niet casual. Ja, ja, omdat hij ook van die plooitjes heeft en een shiny een beetje is. Ik snap het wel. Ja. Het is ook een beetje hoe je hem stijlt natuurlijk. Maar en mij hield deze dus zo voor bij feesten van, welke wil je? Groen? Blauw? Weet ik veel. Het is allebei leuk. Dus toch is het allemaal. Maar jij hebt best wel veel in deze blauwe kleur. Blauw is mijn lievelingskleur. Ja, heel leuk. Dit is ook wel leuk met die groene broek hoor. Ja. Deze. Oh, dit gaat passen. Ja, doe. Ik ben een beetje bang bij deze broek, omdat hij echt lang ook is. En ik denk met sneakers eronder dat hij alsnog lang is. En dan zou hij misschien zo vies worden, weet je wel. Ja, maar je hebt toch een wasmachine? Ja, maar straks weet ik veel. Nou, Bob. Ja, oké. Ik ga nog steeds voor de jurken. Ja. En dan ga ik gewoon deze nog passen. Ja. En ik heb ook hier nog een zwarte one short. Wat een zwarte wat? One shoulder. Die had ik toen aan dat we naar die brunch gingen. Ja, die is ook fantastisch leuk. Ook leuk. De wit. Wow, mijn camera zit aan de lader. Hele rare constructie. En ik kan gewoon filmen ermee. Ja, het staat je prachtig. Ik vind deze ook leuk. Waar is deze van? Naked. Ja, lekker stofje. Ja. Het is wel ook een beetje netjes of zo. Zeg maar, zou die kunnen? Ik vind hem heel leuk. Ik weet nog niet zo goed tot nu toe wat het gaat worden. Maar deze komt wel bij die andere twee opties. Oké. Okay. Ja. Terwijl het hem bijna niet ging passen. Kijk. Ja! Ja, dit is wel schattig. Heel cute! Het is een maar leuke rok, ik denk, hè? Ja, ik vind hem heel leuk. Het is ook zo moeilijk om een goede rok te vinden dat hij niet doorschijnt. Of zeg maar weinig doorschijnt. Ja. Maar deze heb je gewoon in de kring al gevonden. Kringloop ook maar. Zijperstraatje. In die grote rattenplant. Ja. Ja, die is goed joh. Ik vind het leuk, maar deze heb ik dus al voor de outfit voor zaterdag in gedachten. Ja. Dus ik ga nu voor één van die drie jurken. Ja. Maar ik ga eerst lekker mijn make-upje doen en dan zo even kijken. Camera's mogen dus niet mee de arena in, dus die laat ik hier, maar ik neem natuurlijk mijn telefoon mee. Dit is het uiteindelijk geworden. Deze is ook van de kringloop, toch? Ja. En die wil ze eigenlijk vermaken naar een rok. Dus who knows? Ik heb hem nu nog in ieder geval lekker als jurkje aan. Armbandjes erbij. Ik heb een parelketting, gewoon kleine oorbellen. Dit tasje dus van Lovies. Ik heb er zoveel zin in. En ik hoop dat ik veel mensen tegenkom dat we lekker armbandjes gaan ruilen en zo. En heel benieuwd naar de surprise ons. Het is 4 juli. Dus ik hoop Endgame. Het kan Sparks Fly zijn. Het kan Dear John zijn. Het kan Les Gray American Dynasty zijn. Het kan alles zijn en ik vind ze allemaal top. Ik ben al lang blij dat ik weer heen ga. Ik heb jullie aan mijn telefoon gehoord. Ik ben dus binnen. Ik heb mijn girl gevonden. En voor het programma geweest. Even geplast nu. En dan snel weer naar onze plekken. Yes.
do something on guitar and then something on piano. And it's always different. And we'll see how this one goes. Thuis. Het was mega, mega leuk. En ik ben dus echt mijn comfortzone aan het uitbreiden. Ik vond het echt gewoon zo chill. En ik stond eerst nog buiten in de rij te wachten bij de Dixie. En toen ging ik met een meisje voor me praten. Er zaten allemaal sluitingen van haar topje die los zaten. Dus toen zei ik, zal ik je helpen? Want één haakje nog los. Nou, ik denk niet dat ze in haar naakje zou staan, want het had bandjes. Maar ik had haar dus goed met het vastmaken en een armbandje met haar geruild. Kijk, deze heb ik allemaal gekregen. Dit is mijn winst. En één armbandje die ik niet per se gepland had om weg te geven, was van de Tortured Poets met een strikje. Dus die was best wel moeilijk om te maken. Maar er zat dus iemand voor me met een hele Tortured Poets outfit en een mooie zwarte strik in haar haar. Toen dacht ik, ja, jij moet deze. Dus superleuk. Die is goed terechtgekomen. En iedereen was zo lief. Het was zo leuk. Ik wil dit even laten zien. God, ik maak dus mijn armbandjes expres liever aan de losse kant dan aan de strakke kant. Is niet normaal? En ik ga nu lekker even mijn make-up eraf halen. En Mae is ook zo'n schat met deze jurk dus. En vond ik helemaal leuk met die tas en de accessoires erbij. Oh, morgen even heel goed chillen. En nou, ook weer zeg maar zonder jullie had ik nooit tickets hiervoor kunnen krijgen. Nou, zonder Martieke natuurlijk vandaag. En ja, ik ben altijd heel dankbaar voor jullie. Echt, ik hoop niet dat er ooit een moment is of een video dat een soort van niet naar voren komt. Of dat ik verkeerd overkom. Want ik besef me echt heel goed wat ik allemaal heb en wat er allemaal kan. En dit jaar is ook wel echt heel erg een piek voor mij qua waar ik allemaal naartoe ga en zo. En ja, ook hoe blij ik ben. Het is ook al shit hoor, buiten achter de schermen. Maar ik voel me goed. Het gaat allemaal goed. En ik ben echt heel blij en dankbaar. En ik zie jullie morgen weer. Nou, ik heb echt tot 2:30 geslapen. Ik viel ook wel heel laat in slaap, omdat ik gewoon nog zo druk in mijn hoofd was. En nu loop ik in de mieze regen in de stad. Betty is namelijk zondagjarig. 7 juli. En ik ga nog even wat inpakpapier halen. Wat cadeautjes. Wat versiering misschien. Ik ga naar de Excellence of Strandegrenner. Dus wel even goed om er weer uit te zijn. En nu is het natuurlijk helemaal aan mij om niet in de verleiding te vallen om het voor mezelf te kopen. Want ik heb ook helemaal niks nodig. Maar het is echt mijn lievelingswinkel voor alles. Het ziet er gewoon allemaal zo leuk uit. Voor het eerst dat ik hier echt tussen ga kijken. Dus allemaal feestdingen, cadeautasjes. Inpakpapier is hier. Dus ik ga even kijken wat het allemaal gaat worden. Leuke lintjes of tape is dit misschien. Dit vind ik lief. Kijk, ik heb nog meer gevonden. Dus misschien iets minder, zeg maar, verjaardag thema. Maar wel ook heel erg leuk met die bloemenprintjes. Jeetje, wat veel opties. Ook al dit vloeipapier. En hier nog allemaal roze. Ik vind deze heel mooi. Snap ik helemaal als mensen dit als behang hebben of zo in hun huis. Oké, ik neem echt de halve afdeling mee. Hier zijn ook nog ballonnen. En ik heb de laatste Happy Birthday sling. Lampjes. Het is alsof ik een heel feest ga organiseren. En hier had ik trouwens ook heel erg veel dingen vandaan om armbandjes mee te maken. Dus er zijn heel veel bedeltjes. En er was
Een beetje zo'n starter set, die zie ik nu niet. Maar echt leuke dingen en ook allemaal sluitingen en zo. En ja, gewoon heel veel dingen waarmee je kan knutselen. Schattig is deze tas. Nu ga ik nog even bij de Action kijken voor zo'n opvouwbare waterfles. Kijk, ik zag eerst deze liggen. Toen dacht ik, oeh, is dat de enige die er nog is? Maar hier is de rest. Er zijn echt super veel kleuren. Roze, blauw, dus wel ook met een printje. Nou, dit is het meest vet. Dus die ga ik meenemen. Dit zie ik nu pas, maar je kan hem dan dus ook aan je tas of zo klippen of zelfs aan je broek. Super handig. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Het is niet droog. Welkom in de schuur. Ik vind het echt zo moeilijk sinds wij samenwonen, Pet en ik, om cadeautjes als verrassing te houden. Omdat als je iets bestelt, dan kan je het niet altijd bij een pakketpunt laten leveren. Sommige dingen komen dan ineens in de brievenbus. Dat kan je dan ook in de PostNL-app zien. Wanneer pak je het in? Wanneer versier je? Waar verstop je cadeautjes? Nou, omdat ik nu ook een rol inpakpapier heb. Oh shit, er zitten allemaal dingen in die koffer. Deze voelt ook zwaar. Ik ga het in een koffer in de schuur doen. Oh, waarom hebben we deze koffer nog? Die stuk. Ik snap het niet. We horen er nog één te hebben. Oeh. Ik ga het niet eens laten zien. Het staat vol met karton. En dit is het enige stukje waar ik kan staan. We hebben best een grote schuur. Oké. Nou, super omslachtig. Er zit een tent in. Eén keer gebruikt toen naar Siget gingen. Ik snap niet hoe ik zoveel dagen naar een festival ben geweest. Een week. En in een tent heb geslapen. En gedeelde douches, gedeelde wc. Nou ja, nee. Er is hier geen ruimte voor. En dan is dit het punt waarvan ik bezweet raak. Jezus. Vrijdagavond outfit. Tijd voor het avondeten. Ik ga even de tomaten snijden. Thanks. Zijn we voor nodig? Ja. Ik zal wel. Oké, dit is uiteindelijk geworden. Mocht je nou denken, Leo, dit wil ik ook een keer. Lekker yoghurtsausje. Dit is het recept. Onze balkondeur staat op een kiertje en ik ruik open haard er doorheen. Wat lekker. Oh, regenachtige dag. Nu ik binnen ben, vind ik het wel knus. En ik hou hier wel van. Ik hou echt van herfst. Oh, dan krijg ik nu al af en toe van die TikToks voorbij met... Over zo vandaag is het herfst. En dan echt zo'n Halloween muziekje eronder. En dan boeken en pompoenen en koekjes bakken. En dan denk ik, ja, dat is wel echt mijn seizoen. Was het vroeger niet. Maar gewoon alle activiteiten en de knusheid erbij hoort. I love it. Maar als het nu dan even een dagje wat donker is en regent. Prima om die warmte af te wisselen. Maar oh, als het veel grauw is, dan zit ik wel ook meestal laag in mijn energie. Nu zit ik alsnog laag in mijn energie, dus staat helemaal nergens op. Ik ga even de keuken opruimen. De kaarsen aan, theetje erbij. House of the Dragon finale gaat aan. En, oh my god, ik ga nog even, als het geluid trouwens aan de praat blijft van het heen, armbandjes maken. Niet zoveel, maar gewoon lekker een beetje knutselen nog. Zodat ik iets meer variatie heb wat ik morgen zou kunnen ruilen. Ik heb er 2 gemaakt tot nu toe. Gorgeous. En cherry lips, omdat ik die kerstjes zo leuk vind. Maar ik heb die vorige gewoon voor mezelf gehouden. En nu ga ik mijn Griekse yoghurt met aardbeien van de markt, ijs, opmaken. En we gaan even de surprise songs kijken en luisteren van vandaag. En ik ben heel benieuwd ook weer. En ook vooral
naar morgen. Zo lekker ziet het eruit, vind ik. En dat is het ook. Laatste beetje was nog meer dan gedacht. Oh, oké. We manifesteren voor morgen voor Pet me. Dus als het nu me is, zou horrible zijn. Tragisch, want ik ga ook als lover. We hebben armbandjes ervoor gemaakt. Hoe groot is die kans? Klein. Heel klein, maar... leuk. Eindstand. Ik gepikeerd omdat het cowboy like me is. Nee. Maar wij hebben morgen special guest. En dan horen we Coney Island. En me. Oké, strijders. Ik zat gisteren dus aan te pielen in de schuur. Omdat bij deze afgelopen week best wel wat thuis aan het werk is. En gisteren dus ook. En hij is echt nu de deur uit naar de kapper. Dus ik ga naar de schuur. Spullen pakken. En dan ga ik het alvast een beetje versieren hier. We hebben ook nog steeds dit hangen. En mee was hier natuurlijk. Die zijn hangt het er nog steeds. Maar er was één zo'n lijntje met foto's geknapt op een gegeven moment. Volgens mij omdat deze deur dan te ver open ging. Ik weet het niet. Toen hing dat zo. Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel schattig. En niet storend. Gewoon leuk. Dus nu hangt deze hier ook naast. En ik weet niet wanneer dat gaat. Ik ga nu dus snel naar de schuur. Oh, dat ben echt de deur is. Ik denk dat er ook nog wat in de briefbus ligt. Ik weet niet of ik al dingen in kan pakken. Maar het is tijd om te gaan. Er is ook één cadeau en dat hoort er misschien een beetje bij. Die had al lang in de brievenbus moeten liggen. Die is er nog steeds niet. Wordt dat dan op zaterdag bezorgd? Want misschien komt het dan met de post. Dat weet ik niet zo goed. Ik ga in ieder geval deze dingen even ophangen in de slingers. Oké, het is wel een beetje rommelig nog. Dat kan, we wonen hier. Maar het staat niet heel gezellig ook met al die versiering. Dus dat ga ik ze ook nog even weghalen. Maar ik ga het eerst ophangen. Ik vind het altijd heel moeilijk waar je hier slingers op kan hangen. En ik ben ook niet zo lang. En nou ja, het was hier natuurlijk bijvoorbeeld voor onze verloving heel mooi versierd door mee. En die kwam gewoon hier erbovenop erbij. Dat red ik helemaal niet. Dus ik heb het hier wel opgehangen. Ik heb het op de rand van de bank gestaan. Beetje eng. En aan de onderkant van de lamp. Dat was wat lukte. Dacht, dat maakt hem nog iets feestelijker met deze hier. Die hier. De grootste daar. En dan heb ik ook nog... deze. Even kijken hoe lang die is en waar die kan. Oh my god, wat is dit? Hij is helemaal tropisch. Hij is nog veel feestelijker. Wat een verwacht. Nou, lekker kleurrijk. Ja, het zou vet leuk zijn als ik het aan die kant zou redden. Maar ik heb gewoon niks hogers om op te staan. Dus, oh god, hoe ga ik dit doen? Ik red het echt niet. Kut. En als ik hem hier opplak, dan blijft het ook niet zitten. Nee. Nou. Ah! Nee, ik ben echt een centimeter te kort of zo. Ik kan hier echt paniek van krijgen, zeg maar, dat ik het zo met de haast aan het doen ben. En dan lukt het niet. Misschien moet ik mijn schoenen aan. Dan ben ik iets een stukje langer. Oké, wonder boven wonder. Is het gelukt? Er zit een hele logica achter met touwtjes. Wanneer dit zeg maar mooi uitgevouwen is. Ik weet het allemaal niet. Dus ik heb het gewoon vastgeplakt. Maar ik vind het wel heel cute. En Patty is nu onderweg naar huis. Dus ik heb dit echt net aangered. Cadeautjes inpakken. Dat ga ik later even doen dan. Happy pre-birthday! Leuk. Oké, ik moet zo de deur uit. Even wat halen nog. Het is windkracht 9. En ik heb mijn haar dus net geveegd. Moet ik dan, ik weet niet hoe mensen dat doen, mijn haar hierin. Nu lijk ik net een zomerkampglijder of zo. Dit zou wel ooit kunnen en dan misschien het voorste plukjes uit en dan is het leuk. Maar... ja, ik denk als ik dit nu doe, dan gaat ook mijn haar zo blijven zitten. Want als ik mijn haar gewoon net heb gefeund, dan komen er heel snel knikjes in. Of wat ik er ook mee doe, als ik het zeg maar in een klem naar achter doe, dan blijft dat er heel heftig in zitten. Dus ik moet het zomaar gewoon eventjes opnieuw doen. Dat komt wel goed. Ik ga me even omkleden en lekker de storm trotseren. Oké, inmiddels schijnt het zonnetje. En ik ben vergeten mijn lenzen in te doen.
echt zo chaotisch. Ik ben soms echt, dat is hetzelfde. Soms chaos. Maar zeg maar, het gaat goed in een chaos. Lover dus vandaag. En Pet heeft een armbandje met Mihihi. Ik heb er eentje met Spanning is Fun. Is dus van het Lover album. Het is een beetje controversieel. Maar dat is dus helemaal Pet's jam. Dus we moeten manifesteren. En als het niet zo is, oh, we gaan het zo leuk hebben. Ik heb een shirtje aan van ASOS. Ketting dus van ME en dat was hiervoor van Lara. Ik heb steentjes om mijn gezicht van de Action en van... Volgens mij allemaal van de Action, die gebruik ik wel eens voor mijn nagels. Oorbellen zijn van ASOS, tasje is van Breloved, rok geleend van ME. Ik heb hier zo'n broekje onder, zo mijn benen niet tegen elkaar schuren. Natuurlijk gewoon mijn sneakers. Armbandjes om te ruilen, dat zijn deze allemaal. Gekregen armbandjes en 2 of 3 van mezelf of zo. Oh ja, kijk, Lover. Die bovenste, zeg maar. Dacht, die doe ik natuurlijk bij deze outfit aan. Spelling is Fun zit erboven. En Cherry Lips, daar ben ik heel trots op. Voor de rest dus allemaal mijn geruilde armbandjes. En ik hoop dat ik zo nog heel veel ga ruilen. Ik heb deze nog om van eergisteren. Die flitst nog een beetje. Dus wellicht dat die het nog doet straks. En dan ben ik gewoon dubbel aan het shinen. En we zitten zo meteen dus ook weer naast een kijker van mij. Dus dat is echt mega leuk. Best wel bovenin, maar eergisteren zat ik dus ook wat hoger dan dat we in Londen zaten. En dan zie je het podium wel echt heel cool. En volgens mij is letterlijk elke plek goed. Ja, dat wil je laten zien. Die is zo cute. Zo high school. Maar dat zijn wij. Ja. Dat zijn wij. Ik vind die echt heel erg leuk. Die is natuurlijk van Lulu Draw, my girl. Ja. Ik heb er echt heel veel zin in. De laatste spullen pakken. En dan gaan we naar de bus. En dan ga ik trouwens denk ik niks filmen tijdens het concert. Want ik wil gewoon genieten. Behalve de surprise songs. Amsterdam looking gorgeous. Oké, dit is vanaf vak 425. De vorige keer zat ik een beetje daar. Maar zo goed, die speaker zit er ook niet voor na een heel klein beetje. Oh, zin in! I can't believe this, but I haven't played this song yet on the Eras Tour, so that's fine. If you know the words to this song, then I'm about to do Jesus. It's from my first album. Zo gezellig, zo leuk uitzicht. We waren met hele leuke mensen ook. En de surprise of waren we een beetje eng. Sweeter than fiction, love. Er zaten nummers tussen. Ik hoef geen tatoeage te zetten. Dat betekent me nu geen. Nee.
voor Nixos lover. Wat gebeurt hier? En we horen net dat Nederland heeft gewonnen. Nou, meid. Yeah. Daar zitten we weer. Dit is net als eerste hotel in Oslo. Arm en pijn, maar mijn hart is stil. Dit is de eerste dag, hoor. Happy birthday to you. Ik ben blij dat dit al de 100ste verjaardag vanaf dat je 14 bent, zijn we samen. Dus ik denk vanaf je 15e verjaardag vieren we het samen. Zo lang. Nu ga ik huilen, zo morgen. Ik heb mijn laatste geruild. Ik ben clean. Ik heb geruild voor Dancing with Our Hands Tied. Eerst gingen we elke 5 minuten. En nu moeten we hem over 2 minuten. Of over wat zijn we fit, wat zijn we fit. Volgens mij heb ik nog nooit mijn camera met die lens zo wijd hier neergezet. Maar dit is echt weer bevestiging dat ik een mukbang moet filmen. Dat wil ik sowieso doen, maar dan kan je echt al mijn eetgoed zien. Ik heb nu een koffietje. Ik ben zo blij met deze trui trouwens. Alleen, er zit al meteen een vlekje in. En volgens mij heb ik hem gelijk met vlekverwijderaar in de wasmachine gedaan. Dus mocht iemand nog een tip hebben, ik denk dat het een vetvlekje dan is. Als er nog in zit. Help alsjeblieft. Ik heb zo genoten ook weer afgelopen week. En ik wil natuurlijk Martika en Chelsea echt mega bedanken dat ik tickets van hun mocht kopen. En met hun mee mocht. En heb gezongen en gedanst samen. En ik heb het echt zo gezellig gehad. En gewoon de hele sfeer ook bij de Eras Tour is zo leuk. Ik zei het volgens mij tegen iemand van, net als dat je met uitgaan naar de wc gaat. En dan ineens allemaal complimentjes gaat geven aan vrienden. En iedereen is dan super aardig. Dat gevoel had ik ook bij de Eras Tour. Zo cute dat mensen armbandjes maken en ruilen. En ook zonder dat. Ja, de sfeer is gewoon zo leuk. En dat mensen hun best doen op hun outfits. En ik heb het idee dat dat een beetje nieuw is. Nadat corona, zeg maar. Nadat corona was. Mensen hebben nu weer allemaal corona. Maar na lockdown dat er geen concerten en zo waren. Ik heb het idee dat daarna ineens mensen echt super uitbundig hun outfits aanpassen op het concert waar ze naartoe gaan. Zeg maar, ik denk dat het daarvoor ook wel een beetje was, maar ik heb het idee dat het next level is. Dat mensen ook helemaal dingen zelf maken. Echt niet normaal. En hoe lief dat ik van M.A. outfits mocht lenen. En nou, je kan in haar vlog ook nog zien dat we door haar kast heen gingen en zo. Echt love you. Ik ben zo blij. Dat was echt weer een van de leukste weken ooit. Dit jaar ben ik echt aan het pieken qua dingen die ik doe en dingen die ik mag doen. En ik vind het heel bijzonder dat ik nu ook een soort niche heb binnen mijn kijkers, heb ik gemerkt. Waar ik helemaal over aan het DM'en ben over Taylor Swift en de concerten en de outfits en de conspiracies en alles. Maar ik wil nog even mijn armbandjes ook laten zien. Misschien moet ik dan wel mijn camera even een beetje inzoomen. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Deze. Zei tegen Chelsea, weet je het zeker dat je die wil ruilen, weg wil geven? Focus die erop. Het is... Oh, misschien moet ik hem even nog dichter bij je zetten. Dit is helemaal niet zo handig. Oké, okay, dit is een stuk beter. Maar dit armbandje dus. Zei ik, weet je het zeker dat je deze wil ruilen? Want hoe bizar is dit? Zo'n slangenhoofd erop. Tong daaraan. Die staart en gewoon... Nou, ik snap echt niet hoe dit kan. Zeg maar, ik had een paar dingen gedaan waarvan ik dacht, dat vind ik echt heel knap van mezelf. I could never. Hoe mooi is deze? Oké, ik ga een beetje even door allemaal verschillende heen. Ik had ook met twee kinderen geruild. En sowieso ook met Amerikanen. Er waren zoveel Amerikanen. En ik snap dat we daar niet allemaal heel blij mee zijn, omdat er een hele tour al is geweest door Amerika. Maar goed, wat ga je doen als er een kindje aan je vraagt, wil je armbandjes ruilen? Natuurlijk wil ik dat. Ik heb er eentje met Dead by a Thousand Cuts. En dat was een van de surprise songs, volgens mij, in Londen. Dus, heel erg blij mee. Ik zei, gaat hij wel passen? Ze rekt uit. Dat klopt. Maar dan heb je dus wel een beetje dat. En ik denk dat het dan met haar broertje was. Die had alleen nog deze over. Guilty as Sin. Maar dat had ik als surprise song in Amsterdam. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Toen zei ik, als je een armbandje van mij wil, alleen ruilen als je er eentje ziet die je echt leuk vindt, weet je wel. Want ik heb die Try 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 gepakt van Mirrorball. Bij sommige herinner ik me nog welke we uitgewisseld hebben. Van Martika, die had heel veel schattige roze. Heb ik Swiftie uitgekozen. Heel erg cute. Echt mooie steentjes zijn dit ook.
Mijn allerlaatste armbandje die ik nog had, zat ik dus op het terras voor Pets verjaardag. En toen vroeg iemand, wil je nog armbandjes eruit? Toen zei ik, ik heb er nog maar één en ik snap het als je hem niet wil. Toen zei ze, maakt niet uit. Ik probeer van mijn laatste af te komen. Dancing with our hands tied. Al die afkortingen voor nummers. Ik vind het zo schattig dat iedereen een ander stijltje heeft. Dat meisje wat voor mij dus zat donderdag, die ik mijn Tortured Poets armbandje had gegeven, die gaf daarna Down Bed aan mij. Dus die hoort natuurlijk op het album. Very cute. En toen hadden we volgens mij na het concert ook nog een beetje geruild. Dus het was een beetje een vriendinnengroep. Toen heb ik deze gehad. Dit is echt een van mijn lievelings. Try and Come for My Job. Is ook van I Can Do It With a Broken Heart. Maar ik vind dat zo funny. Omdat natuurlijk mijn werk ook best wel. Dus er zijn allemaal meningen over. Het is niet iets wat ik helemaal ga ontkennen. Maar ik ben wel heel erg trots op mijn werk. En hoe lang ik het doe. En wat ik ermee kan. Ladidadida. Ik vind het heel grappig, dit armbandje. Dan heb ik hier ook nog een keer. I Can Do It With a Broken Heart. Dit is volgens mij dan van een van haar vriendinnen. Ik weet het niet meer. In ieder geval, lekker veel Tortured Poets dingen. Daarover gesproken. Deze heb ik volgens mij ook nog van Chelsea. Zij heeft echt mooie kraaltjes en beeldjes voor haar aan, die hartjes. Want zij heeft er ook nog eentje met vet geruild. Die heb ik ook hier. Hij heeft Lover uitgekozen. Super cute. Maar echt mooi, die hartjes. En die steentjes. Bij sommigen weet ik het nog. Dat vind ik echt heel erg leuk. Alsof het niet al gewoon leuke herinneringen genoeg waren. Trouwens, hoe lang is deze vlog? Reageer even een rood hartje als je dit nog steeds kijkt. Niet normaal. Donderdag bij het station werd ik aangesproken van, heb jij internet? En toen zei ik, nou, slecht. Weet je wel, want er zijn zoveel mensen slecht internet. Maar we kunnen het even proberen. Toen heb ik mensen uit België geholpen met hun reis terug naar hun hotel zoeken. Want het werkte gelukkig. En toen zei ik, wil je nog een armbandje ruilen? En toen zei ik, ik heb een paar grappige mensen willen, die pakken die grappige niet zo snel of zo. En toen ging zij toch voor Sexy Baby. En zij had heel veel albums en nummers in het Nederlands. Dus al te wel, al te goed. Vind ik grappig. Dan heb ik deze ook nog, de Lakes. Vind ik heel erg mooi. Met die verschillende blauwe tinten. Oh, mijn ring is helemaal gedraaid. En dit pareltje. En I love the Lakes. Dus je kan een beetje zien. Bij mensen had ik best wel veel keus. Sommigen hebben gewoon een armbandje teruggegeven. Maar best wel vaak heb ik gewoon geruild dat ik ging kijken waar zou ik voor gaan. Zoals bijvoorbeeld Hoax. I love Hoax. I love the Lakes. I love die romantics. Iets minder de mega pop meid. Zeg maar, ik hou echt van de Yankee Yonk nummers. Maar die romantics ook erg leuk. Dan heb ik hier van de zus van Chelsea. De letters draaien een beetje. Lavender Haze. Adorable. In natuurlijk dan paars kleuren. Deze is ook een van mijn lievelings. Ik heb niemand gezien die als T-Swizz verkleed was. Dat zou ik zo leuk gevonden hebben, maar niche. Ik weet niet wat ik net loog over die kleine armbandjes. Ik weet niet met wie ik Dead by 1000 Cuts heb ik volgens mij gewoon met meiden bij de wc geruild. Van Guilty as Sin, waarvan ik zei broertje, Amerikaans, met zijn zusje heb ik Team Taylor geruild. En ze had zo'n schattige roze glitterjurk ook aan. Het was wel erg cute hoor. Blijf het schattig vinden. Heel lief, maar kijk dan. Het is zo klein bij mij. Dan mijn armbandje natuurlijk die ik in Londen had geruild. Mijn enige armbandje. Folklore. Love. Dan heb ik hier ook Evermore. Dat is denk ik het meest simpele bandje wat er tussen zit, maar I love Evermore. Dan heb ik hier nog Cutie. Karma. Hallo. Op mijn nagels focus die. Schattig. Wonderland is natuurlijk ook echt een hit. Blauw allemaal, 1989. En dan die meid waar ik achter stond bij de Dixies. Waar ik haar hielp met haar slotjes van haar top. Ja, deze is wel helemaal verkleurd al. Ik denk dat zij deze zelf al heel veel heeft gedragen. Maar fuck the patriarchy. Love, love, love. Dus die is natuurlijk, die hoort
mij al te goed. Verder heb ik niet echt red. Ja, ik ga even kijken. Volgens mij heb ik gewoon heel veel torture pot. Ik ga kijken. Niche dingen. Maar wat ook wel echt heel erg leuk is. Oh ja, weet je wat ik altijd zo stom vind? Dat mensen dan zeggen, oh my god, ik ben tickets verloren aan iemand die dus Mary's Song bijvoorbeeld niet kent. Die ik als surprise song zaterdag had. Meid, Taylor Swift heeft bijna 300 nummers. En ik kan bijna alles woord voor woord meezingen. Van de eerste twee albums gewoon niet zoveel. Is gewoon niet helemaal mijn jam. Neemt niet, ja, niet dat ik me persoonlijk aangesproken voel hoor. Neemt niet weg dat ik niet mega fan ben. Hallo, hebben jullie het gemerkt, weet je wel? Dus, maar ik vind dat zo'n onzin. En ik merkte bijvoorbeeld wel ook bij... ik ben helemaal aan het afdwalen. We hadden dus in Londen Dead by a Thousand Cuts en Hits Different in a Mesh. Geweldig. Toen de Black Dog, die had gewoon bijna afgespeeld op piano. Ik dacht, oh, geweldig, I love the Black Dog. Toen kwam nog Comeback Be Here en toen kwam nog een stukje Maroon. Dus dat waren de 5 surprise songs in Londen. Toen hadden we natuurlijk The Archer in Amsterdam, de eerste avond, met Question. Love, ik ben zo blij dat ik The Archer live heb gehoord. En Question is ook een van mijn lievelings van Midnight. En we hadden Guilty as Sin. Dat is dus echt mijn meest geluisterde nummer van de Tortured Poets Department. Die niet in de setlist ook staat. Maar die was al gespeeld. Dus ik dacht, Tortured Poets doet ze vast niet zo vaak opnieuw als surprise song. En toen hadden we de Black Dog in Londen. Dat was het, zeg maar, mijn keuze daarna. En toen kreeg ik alsnog deze Amsterdam. Superleuk. En die zat met Untouchable, volgens mij. Luister ik nooit. En je merkte echt dat mensen dan ook niet zo meezongen. Omdat gewoon minder mensen dat kennen. Nou ja, dat kan. En toen begon zaterdag met Sweeter Than Fiction. En die staat niet officieel op een album. Je kan hem wel vinden op Spotify. Volgens mij is hij met een 1989 Taylor's version op de versie die je dan bij Target kan kopen in Amerika. Volgens mij staat hij daar op zoiets. En ik ken het wel. Ik luister hem wel vaak, maar ik ken hem ook niet woord voor woord. Dus ik zat bij sommige stukken, yeah. En bij andere stukken zat ik een beetje zo. En om me heen te kijken. En je zag inderdaad dat mensen dat niet echt kenden. En toen ging die volgens mij in Holy Ground. Dat kenden meer mensen. En toen begon ze op die piano van Bonuspunt als je deze kent. Ik heb dus nog niet gespeeld op de Eras Tour ook. En toen begon ze dus met Mary's Song. En dat werd Everything Has Changed. En So High School. Terwijl So High School ook in de setlist zit. Maar het was dus een beetje de Travis Kelce mashup. Helemaal cutie patootie. Hij zat ergens onder ons in zo'n skybox. En dat is ook wel echt heel erg leuk. En wat we dus hebben gehad is een nummer die niet per se op een album staat. Dus dat is fun. En we hebben alle 11 eras gehoord. Omdat we dus een nummer ook van haar allereerste album hadden. Dus het is wel helemaal compleet plaatje. Ik ben zo blij met alles. De show zelf is al geweldig. De mensen waarmee ik was. Gewoon de sfeer. De armbandjes ruilen. Heel veel leuke surprise songs. Ik vind het ook wel grappig dat ik dus een paar keer had. Ik ken zoveel. En dat ik toch zo zat van, deze surprise song, I don't know. Maar zo High School dan ook een surprise song terwijl Pat dat shirt aan had. Epic. Hij heeft hem gemanifesteerd. Geen me, maar wel zo High School. Ik ben veel te lang hiermee bezig. Maar ik ga nog even mijn armbandjes sorteren. Ja, dit moet. Dit zijn zo knijterveel Tortured Poets armbandjes. Oké. We hebben random armbandjes. T-Swizzle. Team Taylor, dat is 15. 3 van Folklore, eentje van Evermore, eentje van Midnight, eentje van Lover. Oh, 2 van Red. 2 van Reputation. 2 van 1989. En dan 2, 4, 6 van de Tortured Poet. Nou, jongens, dit was me weer een marathon. Nogmaals, bedankt voor jullie support, dat je dit hebt gezien. Chelsea en Martika. Mensen waarmee ik armbandjes heb geruild. En mee voor de outfits. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Voor gewoon elke dinsdag een lekkere weekvlog. Je kan me natuurlijk volgen op Instagram, op TikTok. Overal. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik ga deze vlog nog heel vaak terugkijken. Hopelijk tot de volgende keer. Doeg!